Ja, vandaag ga ik weer een mooie vogelronde maken, althans dat hoop ik, over Goeree Overflakkee met natuurlijk Sjaak. En we beginnen hier bij Oldgersplaat, in de polder rond de Lange Weg. Dat is de weg die naar het dorp voert. En aan weerszijden heb je daar akkers liggen waar je soms bijzondere vogels kunt zien. En Sjaak had deze week al aangegeven, er zitten kleine zwanen op een akker. En dat is ook vandaag het geval. Drie kleine zwanen op een akker die nog vol ligt met loof. Het loof dat over is na de oogst. En dan zie je dat het best van belang is dat op sommige akkers dit soort loof blijft liggen. Daar voeden die ganzen en die kleine zwanen zich mee. En die overwinteren hier en vinden hier dan dus voldoende voedsel. Nou, het zijn er drie. Ze zitten gelukkig niet zo heel ver van de weg. Je ziet duidelijk dat ze een geel-zwarte snavel hebben. Ze zijn niet zo heel veel groter dan een grauwe gans, maar die staan er niet tussen. Die zijn al opgevlogen. Die schrokken van ons toen we kwamen aanrijden. Nou, ik vind het leuk dat we deze kleine zwanen nu al hebben gezien. Het zijn onze eerste kleine zwanen van dit najaar. Ik hoop dat er nog wel wat gaan volgen, maar ik vind dat er nog niet zo heel veel kleine zwanen zijn. In de Alblasserwaard niet, maar ook in Zeeland niet. Nou ja, ik hoop dat dit een voorbode is van meer. Ja, en toen wij vanaf die kleine zwanen de dijk opreden, de Oudelandse dijk bij Oldgersplaat, toen zagen wij wat eigenlijk niet vaak gebeurt als je stopt bij kramsvogels en koperwieken, vliegen meestal allemaal weg. Maar die bleven gewoon in de bijdoren zitten. Dus wij konden eigenlijk best wel deze kramsvogels en koperwieken goed fotograferen en filmen. Dat is echt leuk, want kramsvogels en koperwieken zijn ontzettend mooi, maar vaak heel schuw. En we hebben ze toch prachtig in beeld gebracht. Het zijn allebei lijsterachtige. De kramsvogel hebben een grijze kop, donkerbruine veerkleed en een gespikkelde borst, buik. Een lichte buik met donkere spikkelsvlekken. Koperwiek is een stuk kleiner dan de kramsvogel. En heeft een donkerbruin verenkleed met in zijn flank roodbruine gloed. En is ook gespikkeld. Een lichte buik met gespikkelde borst. Nou, kramsvogels en koperwieken overwinteren in ons land. En waar overwinteren ze vooral? Nou, in struiken met bessen. En dit zijn meidoorns. Langs de Oudelandse dijk staan op verschillende plekken nog meidoorns. Ja, en dat is wel heel mooi. Zo'n heggenlandschap trekt dit soort overwinterende zangvogels aan. Er jaagt ook een torenvalk boven de dijk. Ook mooi. Van heel dichtbij laat hij zich zien. En op een akker naast de polder zagen we dan gelukkig ook nog de ganzen. Drie soorten ganzen op één akker. Misschien zelfs wel vier soorten als ik goed reken. Ja, de toendra-rietgans, ook hier weer. Te herkennen aan die donkergrijze snavel met wat oranje erop. De grauwe gans, te herkennen aan die enorme oranje snavel. Dan hebben we nog de koolgans. Te herkennen aan dat witte kolletje rond zijn snavel. En dan ook nog de brandganzen. Vier soorten ganzen op één akker. En ook weer een akker die vol ligt met loof. In de sloot nog een blauwe reiger. Een fazant op een akker. Nou, het kon haast niet op. Maar ja, hier stopt het toch wel een beetje. Het begint ook te regenen, dus we moeten lekker de auto in. Daar in die polder voor Oldgersplaat, maar ook, het geldt ook voor de polders rond Oldgersplaat, valt in deze tijd van het jaar toch best wat moois te zien.